Hey guys, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Fast Food Friday. Ik vroeg jullie onlangs op Instagram of jullie nog dingen hadden die jullie in Fast Food Friday heel graag wilden zien. En een van de opmerkingen die naar voren kwamen was de dadeltaart van Bagels & Beans. Ik dacht van, oké, is dit wel echt een heel erg leuk recept om te laten zien in Fast Food Friday, omdat de recepten van Bagels & Beans gewoon op hun website staan. Check de link in de beschrijving even voor al hun recepten. Maar ik dacht, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze taart en dit lijkt me heel erg leuk en super simpel om te maken. Daarom ga ik er toch mee aan de slag. Voor de dadeltaart van Bagels & Beans heb ik hier alle ingrediënten al klaarstaan. En de belangrijkste zijn natuurlijk de dadels. Ik gebruik Medjool dadels en ik heb ze zelf ontpit. Mocht je pitloze dadels kunnen vinden of reeds ontpitte dadels, dan is dat wel echt heel makkelijk. Wat we gaan doen, alles staat in principe klaar. Meer heb je ook niet nodig, maar je moet even wat dingen voorbereiden. Een daarvan is alle dadels in reepjes snijden. En dat is een aardig klusje. Met bijna een half kilo aan dadels, maar doe het toch maar even. Want je wil wel dat ze zometeen goed mengen met alle andere ingrediënten. Dat gaan we even sneller doen. Veel beter. Hebben we die gehad? Dan hebben we hier de walnootjes. Bagels & Beans zegt eigenlijk dat je deze heel fijn moet snijden. Vind ik zonde, want ik proef ze graag. Dus ik pak zo'n walnoot en die breek ik vervolgens tussen mijn handen in wat grovere stukken. Hele walnoten vind ik ook wel iets te grof in deze taart. Maar grove stukken mag. Prima. Dan hebben we het eitje. Die klop ik eventjes los met een vork. Wel gemakkelijk als die zo'n klein bakje zit namelijk. Dat is done. En dan hebben we nog de Maria biscuitjes. Daarvoor heb ik hier een kom, want die moeten we namelijk ook even breken. Even kijken waar de opening zit. Je hoeft dit niet in een foodprocessor te gaan doen. Kan wel. Bespaart je wel wat tijd, maar de grootste wiskunde is dit ook niet, want je breekt namelijk de koekjes in grove stukken. Het lijkt een beetje, deze taart, op een soort van arretjescake, maar dan met dadels in plaats van chocola. Zo, dan zijn al onze ingrediënten klaar. En dan gaan we de taartmix maken en dat doen we op de kookplaat. Dus ik verhuis jullie weer even die kant op. Zo, best een grote pan, maar dat is ook echt wel nodig gezien de ingrediënten die hier allemaal in moeten. Ik zet de pan op middelhoog vuur en daar doe ik een klontje boter in. Alhoewel een klontje. Eigenlijk gewoon een heel pakje, 250 gram om precies te zijn. En die laat ik even rustig smelten. Als de boter bijna gesmolten is, mag ook de donkerbruine bastardsuiker in de pan. En die roer je er even doorheen, net zo lang totdat die min of meer is gesmolten. Ziet er heel onaantrekkelijk uit, maar het komt allemaal goed zo meteen. De donkerbruine bastardsuiker is inmiddels flink gesmolten. Het ziet er onwijs ranzig uit, al zeg ik het zelf. Maar het komt allemaal natuurlijk nog goed. Ik heb hier dat losgeklopte ei, die mag nu in de pan. Het is wel even belangrijk dat je het geheel goed gaat doorroeren nu, zodat je geen roerei krijgt. Dus doe dat even op een iets hoger tempo. Ik heb het vuur inmiddels laag staan trouwens. Als je dan dat ei goed hebt gemengd, mogen de dadels in de pan. En dat zijn er natuurlijk heel wat. Hoppa, en die spatelen we nu helemaal door dit mengsel heen. Het is echt gewoon, ik zal even de lamp aanzetten. Misschien kun je het dan zien. Kijk. Echt een donker, bijna zwart goedje is het. Dan hebben we de walnoten die hierbij mogen. Evenals 2 lepels karamelsiroop. En deze koop ik gewoon bij de Albert Heijn. Je vindt het vaak in het koffieschap of bij de houdbare melk. Een van de twee. Ik voeg daar, even goed schudden. Twee eetlepels van toe. Oh, die geur is echt wel waanzinnig hoor, jongens. En als je dit dan ook goed gemengd hebt, hebben we als laatste natuurlijk nog de biscuitjes. Woeps. Goed omscheppen natuurlijk. Het is echt wel krachtinspanning, omdat die dadels zijn zo super
plakkerig. Dat het echt steeds lastiger wordt. Hoe meer je dit mengt, hoe lastiger het wordt om het weer om te scheppen. Schaap ook goed over de bodem van de pan. Eventueel aanbakken te voorkomen. Kijk. Oh. En dan gaan we dit geheel maar eens even in een taartvorm scheppen. Zo, ik heb hier een taartvorm. Die heb ik echt heel goed ingevet. Omdat het zo'n plakkerig mengsel is, wil je dit straks natuurlijk wel uit de vorm kunnen krijgen en in punten willen snijden. Ik stort het hele beslagje. Het is echt heel zwaar. Nu helemaal in deze taartvorm. En dit moeten we natuurlijk eventjes goed verdelen. Dus druk het goed aan en je zult zien dat die taart dan ook een stuk platter wordt. En dat de ingrediënten een stuk meer plek krijgen. Ik heb bewust de biscuitjes wat grof gehouden, omdat ik het gewoon echt heel erg lekker vind als je dit proeft straks. Dus goed aanduwen. Ik pak even wat bakpapier erbij. En dan duw ik de taart met mijn handen nog even ietsjes extra aan. Zodat het goed evenredig is verdeeld in deze taartvorm. Zo. Wow, ziet er echt zo lekker uit. Deze mag nu de koelkast in, ongeveer 1,5 uur voordat je hem kan aansnijden. Hij moet namelijk echt weer even goed afkoelen. En dan wordt de taart ook een stukje steviger. Dus even geduld. Koelkast in, dan maken we hem af met een beetje kokos. En dan gaan we hem proeven. Oké, onze dadeltaart heeft een behoorlijke poos in de koelkast gestaan. Ik denk inmiddels wel 2 à 2,5 uur en hij is een stuk steviger geworden. Hij is nog steeds goed plakkerig, maar hij is in ieder geval stevig genoeg zodat ik er punten van kan snijden. Maar we moeten hem nog heel even afmaken en dat is een fluitje van een cent. Dat doen we namelijk met geraspte kokos. En ik pak gewoon een eetlepel elke keer en dan strooi ik die kokos over de bovenkant van de taart. En ik heb zoveel zin om deze taart te proeven. Het ziet er zo lekker uit. Even een beetje verspreiden. Het werkt een stuk makkelijker met je handen trouwens. Als je schone handen hebt, mag het allemaal. Wat ik trouwens grappig vind, dat ik wel eens een keer de opmerking krijg onder mijn video's van je was je handen niet. Geloof mij jongens, ik was mijn handen tijdens zo'n video, het filmen van zo'n filmpje misschien wel 20 keer. Ik laat het alleen niet elke keer zien, want daar staat de camera en dan hiervoor staat mijn gootsteen en de kraan. Dus dat betekent elke keer als ik mijn handen wil wassen, dat ik de camera moet verplaatsen, wil ik het aan je laten zien. Dus geloof mij, ik werk echt hygiënisch. Ik was mijn handen altijd. Zo, nou, laten we hem eens even gaan aansnijden en gaan proeven. Oké, tijd om de taart te gaan proeven. Kijk hoe fantastisch hij eruit ziet. Echt, ik moet me gaan inhouden om niet het hele stuk op te gaan eten, want ik moet nog veel meer proeven vandaag. Maar ik ga wel even een flinke hap nemen natuurlijk. De geur is echt fantastisch. Je ruikt echt de kokos met die karamelsiroop die we hebben gebruikt in het recept, ruik je ook heel goed. Dus, gaat-ie. Wauw. Niet normaal hoe lekker. Het grappige is, ik ben eigenlijk normaal gesproken helemaal niet zo'n fan van dadels. Maar dit is fantastisch. Je proeft de dadels eigenlijk niet heel erg goed. Het is vooral het zoete, kleverige, de biscuitjes proef je heel erg goed. En dan die walnoten ertussendoor. Karamelsiroop. Echt, echt zo erg lekker. En met recht een Fast Food Friday te noemen. Want dit was, laten we zeggen, zo gepiept. Het stelde letterlijk niks voor om deze taart te maken. En het resultaat is echt waanzinnig. Top recept. Blij dat ik hem dus heb gemaakt. Ik ben benieuwd of jij hem ook gaat maken. Laat me dat dan in ieder geval even weten. Ik ben namelijk heel erg benieuwd of jij hem net zo lekker vindt als ik. Ook als je niet zo fan bent van dadels, zeker deze taart maken. Want dit is echt niet per se een dadel overkill. Goed, bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik je heel gauw weer. Doei!